Nou, we kennen natuurlijk AA wel van de drankjes, van de sportdranken, maar ze hebben dus ook gels. En gisteren kreeg ik deze in de Marathon van Amsterdam. En deze heb ik toch uiteindelijk niet gebruikt. Ik heb nog getwijfeld. Ik had er 2 gekregen. En die gaven ze gewoon onderweg. Waarschijnlijk om dit een beetje te promoten. Dus ik heb er 1 dichtgelaten en denk, zal ik me nou weggooien of aan een andere loper? Ik denk, nee. Ik ga hem speciaal testen voor jou. Nou, ik heb hem dus gisteren op. En de gel die erin zit is redelijk dik. Dus je moet hier echt bij drinken. Nou, hij is speciaal magnesium. In lekentaal kun je dan zeggen. Magnesium. Dat is eigenlijk om je spierherstel wat te verbeteren. In ieder geval spierherstel na het hardlopen. Laat ik het zo zeggen. En je ziet hier zelf de glucose, magnesium en de vitamines. Dus dat over de energiegel van AA. En laten we hem maar eens even openmaken. Dan kun je ook zien hoe het eruit ziet in ieder geval. Zo. Inderdaad, het is een redelijk dikke gel. Dus hier moet je echt bij drinken. Maar daarom is hij wel super mooi klein. Dus wat ik deed is gewoon voor een drinkpunt. Die staan gewoon goed aangegeven. Deze gel nemen daarna zelf wat drinken. Dus op die manier heb ik de energiegel getest. En dus inderdaad direct getest bij een marathon. En was voor mij gewoon prima. Ik kan niet zeggen dat ik het maar heel veel beter vond dan bijvoorbeeld een Sis gel. Of een Born gel. Of een ander merk gel. Laten we zeggen, het is gewoon weer een nieuw merk op de markt. Vond de smaak redelijk aanwezig. Het is echt een beetje een hele fruitige, dikke smaak, zeg maar. Wat ik zelf een beetje lastig vond als je dit eraf trekt. Dat ging nu wel goed. Maar die andere, dan trok je een beetje dit stuk. En dan kwam het niet helemaal goed uit. Dus dat vond ik wel wat minder. Goed. Ik hoop dat jullie iets aan hebt. En ik zal ze ook vergelijken met de andere energy gels. En mocht je dit zien in YouTube, zal ik een link naar de complete test onder deze video zetten.